Ja, vrienden, die arme Olaf Mol. Ja, dat is het. Ja, want het hele weekend is het natuurlijk Formule 1. En jullie weten, ik heb niet zoveel met die Formule 1. Maar goed, dat doet helemaal niet de zaken in dit geval. Het gaat hier gewoon om een sportcommentator. Het gaat hier om Olaf Mol. En het is altijd zo. En dat heb ik nu ook zelf heb ik dat meegemaakt. Want ik raakte dus ergens ziek rond mijn 50ste jaar. Is boven mijn 50ste. En toen was ik 4, 5 jaar weg. En toen wilde ik terugkomen. En dat ging gewoon niet. Nee, want wat zeiden al die bolle bozen. Al deze onbedullen bij de tv. Die zeiden, ja, maar jij bent nu wel een beetje te oud hoor. Het was ik dus 4,55 of zo. Ja, je bent nu te oud. En nee, we gaan gewoon een jonge opvolger voor jou zoeken. Ja, die zoeken ze nog steeds hoor. Maar dat zeiden ze toen. En daar met dat soort onbenul en dat soort gekkigheid in hun hoofd, altijd hetzelfde liedje, daar heeft onze arme Olaf Mol nu ook mee te maken. Die krijgt ook dat soort onzin nu in zijn hoofd. Want nu is Olaf Mol 59. Hè? En die, ja, en nu zeggen ze dan. En nu hebben ze dan zoiets bij dat Viaplay of Fireplay, of hoe het ook heten mag, waar ze die Formule 1 gaan uitzenden. Ze zeggen, nou, helemaal weg hoor met die Olaf Mol. We gaan helemaal iets anders. En dat heeft dan ook nog eens te maken met het anders willen doen vanwege het anders. En ze weten eigenlijk niet eens waarom. Helemaal gaan lekker anders doen. Ja. En dan hebben ze. En dan is hij dan ineens 59. Oh, dus nu is hij 59. En nou is Olaf Mol niet meer kundig. En nou is hij ook niet meer enthousiast. En nu is hij niet meer de Formule 1 commentator. Want dat is hij gewoon in Nederland al 30 jaar lang. En hij was al die jaren. Was hij bezig voor een kleiner publiek. En nu zou zijn tijd dus nu moeten komen voor Olaf Mol. Met de successen van Verstappen. Waar hij al die tijd nou op gehoopt had dat dat een keer zou gebeuren. En dat is dan nu eindelijk zover. En de komende jaren zou hij dat dan fantastisch kunnen begeleiden. De lol van al die wereldkampioenschappen van Verstappen. En dat wordt hem nu gewoon afgepikt. Ja. Als een speeltje van een klein kind. Pakken ze hem dat af. Want hij is gewoon een liefhebber. Die jongen die houdt gewoon van die Formule 1. Dat ruik je, dat voel je, dat proef je. Dat is dan één keer zo. Maar dan zitten daar dus weer een stelletje van die leken en van die nietsnutten bij die tv. En die verzinnen dan weer wat anders. En dan gaat dat dus niet door voor Olaf Mol. En zo verschrikkelijk onterecht. Hoe leuk zou het niet zijn om hem te horen vertellen de verschillen over Senna en over Schumacher en met Verstappen en noem het allemaal maar op. Al die ervaringen die hij heeft over vroeger en nu en wat er allemaal bij komt kijken. En hij weet dat gewoon allemaal, die Olaf Mol. En nu gaat dat allemaal niet door. Het is zo onnodig, want kijk, er is nog steeds een mannetje die bewijst dat het gewoon door kan gaan hoor, na je 59ste. Ja, en die heet toevallig Johan Derksen.